laat de boeren toch boeren, geef de boeren maar de macht. Wie is er niet met melk grootgebracht? Laat Den Haag maar razen, te veel mest is ongezond. Waar koeien grazen, ligt nou eenmaal stront. Hallo dames en heren, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video van de boerenjongens van Texel. We hebben deze week weer heel veel gedaan en dat gaan we allemaal laten zien. En Jelle is er ook bij, dat is een vriend van ons, die woont in Wieringerwerf. En die staat nu 2 weken op de camping en ik ook. En we hebben in deze vlog hebben we aardappels geklapt, begonnen en ook alles is al klaar van de pootaardappels. We hebben de allerlaatste narcissen gerooid. En we hebben het gras gemaaid in de avond. Ik met Bernard met de kiepwagen erachteraan. En we hebben het land losgetrokken met de MF. En toen daarna ingezaaid met de MF. Bladramen was gezaaid. En daarna hebben we mest overgegeven met een mestverspreider van René. We zijn begonnen met aardappels klappen. En dat betekent dat we de aardappelsbladeren eraf maaien, zodat we ze over 5 of 4 weken kunnen rooien. En dan wordt de schil van de aardappels wordt dikker. En het loof moet er gewoon af voor het rooien. Anders wordt het één grote bende. De aardappels klappen kan de oude pootaardappel die we gepoot hebben ook verrotten, zodat die niet meer tussen de aardappels zit. Want anders gaan de nieuwe aardappels verrotten en dat willen we niet. Door dit spuitje, die spuit het laatste blaadjes van het loof wat op de grond ligt, spuit die dood. En hij zorgt ervoor dat de oude pootaardappel ook helemaal verrot en weggaat. En de tank hebben we net bijgevuld. Dit is de plant. En je ziet hier een aardappel en deze hebben we geplant, zodat er nieuwe aardappels aankomen. En dat nabespuitje zorgt ervoor dat deze knol, dus de oude moer, die gaat verrotten en weg. Dus we moeten nog ongeveer 3 tot 4 weken wachten tot we kunnen rooien. Want de stengels die moeten ook goed doodgaan. Toch, Luca? Ja. Bij het aardappels klappen ook nog even kijken hoe groot ze zijn voor jullie. Dus we trekken de planten eruit. Luca en ik zijn een tijdje bezig geweest met graven. En zo groot zijn ze dus. Groot genoeg om te klappen. En Luca gaat even tellen hoeveel er zijn van 2 planten. Ja. Dus tel maar, Luca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. En nog een paar kleine aardappeltjes aan de plant, maar die hebben we niet bijgelegd, want die waren super klein. Dus er zitten ongeveer 10 à 12 aardappels aan een plant. En we doen er nu weer zand overheen, want anders verbranden de aardappels door de zon. En dan worden ze groen en dan worden ze giftig en dan kunnen ze niet meer gegeten worden. Maar eigenlijk worden deze aardappels helemaal niet gegeten, toch, Luca? Nee. Want dit zijn pootaardappels. Die worden volgend jaar verkocht en dan worden ze in een ander land weer gepoot. Ja, en dan komt het in een vrachtwagen terecht. Maar wij hebben ook een paar landen met chipsaardappels en die worden wel gegeten en daar wordt chips van gemaakt. Maar dat vertellen we nog in een andere vlog. Dus we
zijn nu de laatste bandjes nog aan het rooien. Van de trekker afgehaald en toen de bollenrooier er weer aan gedaan om de laatste bollen te rooien. En straks halen we weer de loofklapper op als we klaar zijn met bollen rooien. We zijn klaar met bollen rooien, dus nu is René de rooier aan het schoonmaken en kan die straks weer de stalling in. Land nu los en dat doen we met de Massif Ferguson, omdat alle Nieuw-Hollands nu momenteel op smalle wielen staan. En als je het met brede wielen doet, heb je betere structuur voor de grond. En we trekken het land schuin los, zodat we alle het loof, dus dat zijn de oude bladeren, deze, dat we die mooi verdelen over het land en dat die dan wegrotten. Bladrammenast, dat is een groen bemester. En hiernaast staat het al gezaaid. Dat is dit. Het lijkt een beetje op een radijs. Maar dat is dus dat het en wat groeit op het land. En het houdt, als het gaat stuiven, dan stuift niet al het zand weg op het land. En daarvoor is dat dus. En we hebben met de mestverspreider er ook al poep overheen gereden. En het lijkt ook nog een beetje op klavertjes, maar eigenlijk is het gewoon platrammenas. Ja. We zijn begonnen met platrammenas zaaien. Op het land waar de narcissen lagen. En dat doen we zodat het niet gaat stuiven als er helemaal niks staat. En het is goed voor de grond dat er altijd worteltjes in de grond zitten. Dus het is goed voor het bodemleven als er altijd iets groeit. Dan blijven er veel wormen. En wormen zijn goed voor de grond. Want dan zaai je mooi recht. Als we middag bladrammenas gezaaid hebben, gaan we nu het oude gras, het hooi wat op de wortels lag, voordat ze niet bevriezen, op het land rijden. Op het bladrammenas waar we gezaaid hebben.
het is zodat het niet gaat stuiven. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. En vergeet niet te abonneren op ons kanaal hier beneden van de Boerjongens van Texel. Want we hebben bijna 1500 abonnees en daar zijn we heel blij mee. Toch, Luc? Ja.